Goed, dan willen we het ook nog eventjes hebben over de ouderhulp. Er is zoals elk jaar een grote behoefte aan ouders die denken, joh, laat mij lekker de komkommetje schillen voor de avondvierdaagse. Of zet mij bij de koningspelen maar in spelen als ballenman. Ik ben meer een billenman. De werkweek Ameland komt er weer aan, de kruidenwandeling langs de A4. En het maakt tijd voor het ontbijtproject. En we zoeken ook nog een vader die past in het pak van Joepie Poephoofd. Dat is de mascotte van de kinderkakweek. Wacht even, ik zie een vinger, ja? Ja, ik ben Petra, moeder van Wiebe. En ik had een vraagje. Waarom zijn het altijd dezelfde ouders die mee mogen bij de uitjes? Want mijn Wiebe zou het bijvoorbeeld heel leuk vinden als ik ook een keer mee zou. Weet je wat ik denk, Petra? Ik denk dat een mannetje als Wiebe af en toe ook denkt van, joh, maar Petra, laat mij gewoon even lekker los. Ja. Precies. Trouwens, het is pertinent niet waar dat dat altijd dezelfde ouders zijn, want ik kan soms ook wel eens niet, hè? Dus ik kan eigenlijk nooit. Nou, ik vraag me meer af of de kinderen nog wel wat leren tussen al die fancy vers en die boomknuffeldagen door. Ik wil niet dat het voor Max veel uitmaakt, want die had bij zijn geboorte al een Apgar-score van 10. Ja, dat zou natuurlijk ook wel verschrikkelijk zijn als jouw wonderkind Max CITO zou verpesten door al die evenementjes. Evenementjes, evenementjes zoals jij ze noemt, die zijn ook een deel van het onderwijs. En dat vinden wij van basisschool De Karrekrak niet onbelangrijk. Nou, dat zeg ik toch ook niet, maar ze tellen niet mee toch? Als Max, net als zijn pa en zijn ma naar het gymnasium wil. Maar het gaat toch niet alleen maar om die toetsbare bekwaamheden, maar het gaat toch ook om ontwikkelingsgericht onderwijs? Jee! Nou, dank jullie, Lieslotte, dat had ik zelf kunnen zeggen. Ja, maar je deed het niet. Goed, laten we het even centraal houden. Ja, ik heb nog even een vraagje. Want Wiebe die moet binnenkort toch buisjes, dus hij kan niet meer meedoen met schoolzwemmen. Schoolzwemmen? Dat is toch al lang afgelopen? Ja. Gaat hij op voor zijn day of zo? Nee. Maar hij is natuurlijk buitenbegaafd. Dus buiten dan is het belangrijk. Nee, buitenbegaafd. En dan is het belangrijk dat je motorisch. Buitenbegaafd? Wat is dat nou weer? En dat je binnen niks klaarspeelt of zo? Nou zit ik toch al heel lang in het onderwijs, maar daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nou, wacht even. Is dat zo'n laadbloeiertje? Is het een indigo kind? Nee. Hij is een vroege ram met Pluto in het Tweede Huis. Oh, het Tweede Huis, dat hebben wij ook. In Frankrijk. Hij is heel fluïde en intuïtief. Ja, maar Petra, we hebben het nu even over de ouder inzet. Ja. In Remmanuel, even boven Saint-Tropez. Met de Volvo ben je er in 7 uur. Nou, daarom, misschien zijn er een paar ouders. Ik had een soort schema kunnen maken dat Wiebe in de Wiebe blijft en die andere kinderen wel gaan school zijn. Maar ik hoor het al. Ga maar. Kom je gewoon een keer lang samen met Texas en South Carolina? South Carolina? De kind uit Dakota. Goed, ik stuur een intekenlijst rond en dan kan iedereen gewoon zichzelf intekenen. Want we hebben nog een paar verfvaders nodig. Bijvoorbeeld voor het schilderen van het noodgebouw. En nou ja, dan moet iedereen maar aangeven wie wat wanneer kan. Ja? Koud me in als verre vader. Want ik ga graag aan de slag met ze. Lekker met mijn kwast. Kom anders ook. Nou ja, ik zou dolgraag willen, maar ik zeg het maar meteen. Ik kan de motivatie momenteel niet opbrengen. Want Wiebe heeft natuurlijk zijn ADHD-begeleiding. En het gaat gewoon even voor. Nou, ik zie het wel. Ik wil graag naar het volgende agendapunt. Want we hebben nog een paar doemoeders nodig. Voor de Dode Hoek voorlichting. Oh, en we verwachten ook binnenkort het multimediale project Tinderen voor Kinderen.